is in 1915 gebeurd. Er heeft zich aan boord van een logger een drama afgespeeld. De bemanning daarvan was godsdienstwaanzinnig geworden. Ze waren ervan overtuigd dat de wereld was vergaan. En er zijn toen ook 3 mensen gedood. Dat verhaal heeft diepe indruk op mij gemaakt. En daar heb ik ook een boek over geschreven. Het boek heet Maanzee. Op een dinsdagmiddag in augustus 1915 vertrekt de Noordster uit de haven van IJmuiden voor haar tweede reis van dat jaar. Afgesneden van het land en van een erfgrond, op een deinende ruimte van slechts 25 bij 6,5 meter, is de bemanning weer voor langere tijd bij elkaar. Met z'n 13e zijn ze en dit zijn hun namen en leeftijden. Nicolaas den Haas, 39 jaar, schipper. Pieter van Duin. Bij het schrijven van Waanzee kon ik terugkeren tot die magische wereld van de kerk uit mijn jeugd. De gereformeerde gemeente, ook wel bekend als de Zwarte Kousenkerk. En binnen die kerk had je mensen die van zichzelf konden zeggen dat ze uitverkoren waren. En die vertelden ook spectaculaire, soms angstaanjagende verhalen over beproevingen van de Satan, beproevingen Gods en bezoekingen van de Satan. En als kind fascineerde me dat. Dat vond ik heel bijzonder. Alleen het vaderwerk is door de Satan betreden geworden. De tekenen waren duidelijk, zeiden ze. De eindtijd was begonnen. Ook in Zeewijk was het geestelijk verval merkbaar, meenden de godvruchtigen. Nog meer badgasten kwamen in die zomer van 1915 naar ons vissersdorp dan in vorige jaren. Als het overdag mooi weer was, zwommen stadse vrouwen met kortgeknipte haren en geverfde lippen in zee. Schaamteloos en in nauwelijks iets verhullende badpakken lieten ze zich door de gretige golven betasten. De feiten zijn dat er een schip was in 1915 waarvan de bemanning godsdienstwaanzinnig was geworden. Ze dachten dat de wereld was vergaan, dat ze naar het Nieuwe Jeruzalem moesten zeilen. Aan boord was er een matroos, een heel krachtige man die visioenen had, die ook wonderen heeft verricht aan boord van het schip. Die had ze daartoe opdracht gegeven en er waren ook duivels die rondom het schip, die probeerden aan boord te komen. En die hoofdfiguur aan het valkenier, zoals ik hem in het boek noem, die vereenzelvigde zich met een van die meedogenloze profeten uit het Oude Testament, die absoluut geen ongehoorzaamheid dulden. Als je ongehoorzaam was, dan stond er eigenlijk maar één straf op en dat was de dood. Ja, dat escaleerde. Na een week of 6, 7 zijn er toen in korte tijd, in 2, 3 dagen, zijn er 3 bemanningsleden gedood. Ziedend over Hans ontrouw en vastbesloten het loerende Satansleger zijn strijdvaardigheid te tonen, raapt hij een bijl op en rent naar het schippersverblijf. Hans kruipt in een hoek als hij Arend ziet naderen en slaat zijn armen beschermend om zijn hoofd. Maar Arend trekt hem overeind en drukt hem tegen de wand aan. Met een harde slag drijft hij de bijl in zijn schedel. Als de storm van zijn razernij luwt, is het demonenleger op de vlucht geslagen. Arend trilt nog na. Opgelucht laat hij zich op de knieën zakken en hij verzinkt in een stil gebed. Eerbiedig kijken de anderen toe. Dan komt hij overeind. Vermoeid wijst hij naar de doden achter hem. Gooi die duivel maar overboord, zegt hij achterloos.
Toen ik hier en daar eens vertelde dat ik bezig was met een boek over de geschiedenis van de gekkenloggen, dat mensen tegen me zeiden van, zou je dat nou wel doen? Hè? Is dat nou wel nodig? Want het ligt allemaal zo gevoelig. Maar ja, het heeft natuurlijk alles te maken, deze geschiedenis, met het geloof. En misschien dat ook de oorzaak is dat mensen er zo huiverig mee omgaan. Die Arend had toch allerlei bijzondere ervaringen. En heden ten dagen zijn er nog steeds mensen uit die bevindelijk gereformeerde kringen die dat ook hebben. Hè? En door zo'n geschiedenis worden ze eigenlijk van bewust dat het onderscheid tussen goddelijke openbaring en waanzin eigenlijk nauwelijks waarneembaar is. Wat zijn ze? Dat zijn Klaas de Haas, Pieter van Duin, Klaas Kaart. Jo Burgerhout heeft er een hele studie van gemaakt. Hij heeft bijna alle belangrijke documenten die ooit over deze geschiedenis verschenen zijn verzameld en die heeft me zo ook aan mij gegeven. Goeie vangst, 3 doden. Als katfijker ben ik natuurlijk al jaren geïnteresseerd in het hele fenomeen gekkenlogger. In 1988 was ik in de gelegenheid om een rapport te kopiëren. En dat is ook de reden geweest waarom ik daar meer en meer in ben gaan duiken. Welk rapport was dat? Het rapport Pro Justitia van de doktoren Plet en Deknatel, uitgegeven in november 1915. En in dat rapport staan de feitelijke gebeurtenissen beschreven. Het is naar aanleiding van het archief in Endegeest. Ja. Ik ben er toen naartoe gegaan. En waarom is dat zo lang geheim gehouden? Ik denk ten dele om bepaalde families in Katwijk nog een beetje te beschermen. Het is natuurlijk ontzettend dramatisch geweest voor zowel de familieleden die zijn nagebleven. Maar ook de families van de personen die het hebben gedaan. Het is niet leuk om te horen dat je vader een moordenaar is of dat je oom bepaalde dingen heeft gedaan. Robert Haasnoot die heeft een boek geschreven over Robert Haasnoot. Een katteker? Dat is een katteker, ja. Van Huig Lenen. Die heeft van Huig Lenen, jij? Die ken je wel. Nou, die heeft een boek geschreven over de loggermoorden. Oh. Uw ome Piet heeft erop gezeten, hè? Nee, dat erop gezeten, ja. Dat helpt wat er wist toen. Ik weet nog goed als meisje zijn, hoor. Ja. En dan die weduwvrouw, weet je wel ervan. Die kwamen dan, want hij wil je derde brocht natuurlijk. Ja. Bij zijn schoonvader. Komt eruit smerige vuile moorden en hij had mijn man vermoord. Oh, dat was zijn schoonvader, Aris. En mijn vader liep toen allemaal in huis en toen zei hij, wat hoor ik toch aan mijn kool? Ja, en dat plaatst aan mijn moeder, als je hem nog niet binnen een kwartier eruit doet, dan let ik Gerrit er los. Dat was mijn vader. Ja. Want hij zijn broer was het die vermoord had. Ja. Dat is oma Piet geweest? Ja, oma Piet. Uw vader, heeft hij nog wel eens iemand ontmoet van de log? Ontmoet? Ja. Jazeker. Als Maasje Weijnen, weet ik nog goed, bij Parlevliet ging ze altijd met een bus, met een vrachtauto naar Muijen toe. En er kwam hier een teugen, toen zei hij, goeiemorgen Gerrit Duin. Goeiemorgen, zei toen mijn vader. Waarom ben je mijn moeder zo kwijt? Gerrit, hoe kijkt u zo'n vent, wat zeggen die je eigen broer vermoord had? Hmm. Als Maasje zei, weet ik het nog goed. Ja. Jij kool, zei hij, ken niet dat, mijn vader was een beste vent. Hij kon niet anders. Daar zat hij. Hij was niet haatdragend, uw vader? Nee. Maar uw moeder, die nam het heel erg op voor de... Ja, tuurlijk. Ja, ze vond het heel aardig natuurlijk. Ja. Ja, ja. Ja, mijn vader vond het ook aardig natuurlijk, maar hij kon het niet. Hij kon niet haten? Ik ken niks van hem. Hij kon het niet, nee. Ik zal het ook niet kennen. Ze zijn dus korte tijd zijn ze psychiatrisch behandeld. Onder andere in Endegeest en in Medemblik. Psychiatrische instelling in Medemblik. En ik meen dat ze na 4 maanden opsluiting of verzorging zijn ze weer in Katwijk gaan wonen. Ze hebben ook allemaal weer een goede betrekking gekregen. Het zij aan boord, het zij op het land. Waarschijnlijk is dat ook een van de redenen waarom in Katwijk het als een mysterie werd beschouwd. Want iedereen had het kunnen overkomen. Zij zijn weggegaan, niemand wist wat er gaande was. Dan zijn ze teruggekomen als moordenaars, althans zo werden zij beschouwd. Natuurlijk is er dan angst van, als het ome Piet kan overkomen, kan het mij ook overkomen.
verschil tussen ome Piet en de mensen die in Katwijk waren, was natuurlijk niet heel. Het geloof dat er een zeer selecte groep, kleine groep mensen tot de hemel zou worden toegelaten en dat het merendeel gedoemd is om tot in alle eeuwigheid in de hel te verblijven na dit leven. Er waren maar heel weinig uitverkorenen in de bevindelijk gereformeerde kringen. En dat waren ook allemaal mensen die ook heel bijzondere ervaringen hadden. Beproevingen gods, bestrijdingen, aanvechtingen van de Satan. Bijna mystieke ervaringen. Daarom kon je zien dat die mensen waren uitverkoren. Anderen hadden dat niet. Dat is ook het treurige, vind ik, van dat geloof. Want er is nauwelijks verlossing. Hè. Het is toch gebaseerd op angst. En letterlijk vrezen van de Heer. En dat vind ik toch heel tragisch. In hoeverre heeft het schrijven van dit boek te maken gehad met je verleden, met je jeugd? Ja, daar wil ik liever niet al te veel over vertellen, want voor je het weet ben je de volgende gereformeerde schrijver in Nederland. En dit boek was ook maar eenmalig. Het heeft natuurlijk zeker invloed gehad. Ik kom uit een zeer zwarte kousenkerk, om het denigrerend te zeggen. Maar ik ben niet van plan om boek na boek te vullen met mijn gereformeerde achtergrond. Het is echt eenmalig geweest. Ik heb het met heel veel plezier gedaan. Heel veel kwam ook weer terug. Alsof er overal luikjes openspringen en stemmen gaan klinken. Maar het is nu welletjes geweest. Ja. Toch het blijkt uit het boek dat het ook gebaseerd is op heel veel kennis. Ja. Omtrent dat geloof. Ja, de talenkanon spreek ik nog uitstekend. Ja. Het boek Waanzee zal in de loop van de komende week verschijnen. En dan volgende week. Zondag 25 april.